Maatschappijlid 2. Temme jongeren. Hoofdstuk 1. Hoe word je wie je bent? Sommige jongeren zijn snel boos. Dat heeft alles te maken met aangeboren eigenschappen. Die heb je vanaf je geboorte. Sommige jongeren worden sneller boos, anderen zijn heel nieuwsgierig, enzovoort. Iedereen heeft aangeboren eigenschappen. Natuurlijk heb je ook uiterlijke kenmerken, die zijn ook aangeboren. Een voorbeeld van aangeboren eigenschappen. Meetkunde is aangeboren. Onderzoekers op zoek naar spinazie en forensen scheiden vaker. Dit en nog veel meer in het Science Fresh Weekjournaal met het wetenschapsnieuws van deze week. Indianen van de Munduruku-stam in het Amazonegebied blijken eenvoudige meetkundige problemen op te kunnen lossen zonder enig wiskundig onderwijs. Ze presteren hierbij net zo goed als een vergelijkbare, maar wel geschoolde groep Amerikanen. De vragen waren eenvoudig. De deelnemers moesten van twee lijnen zeggen of ze ooit zouden snijden en aan welke kant dan. Om het nog wat ingewikkelder te maken werd er gevraagd of ze konden vertellen wat er in een plat vlak met de lijnen gebeurde en wat er gebeurde als de lijnen op een ronde bal lagen. De Munduruku-mensen beantwoordden de vragen grotendeels correct, terwijl zij nog nooit hadden gehoord van meetkunde. Volgens de onderzoekers toont dit aan dat een basisbegrip van meetkundige vormen aangeboren is, net zoals een basisbegrip van taal en grammatica aangeboren is. Het verschil tussen die twee is dat het meetkundig inzicht pas werkt na het 6e of 7e jaar. Taal ontwikkelt zich vanaf dag 1. Natuurlijk zijn er ook aangeleerde eigenschappen. Bijvoorbeeld als je altijd netjes opruimt. En je kunt goede dingen aanleren, maar je kunt ook slechte dingen aanleren. Aangeleerde eigenschappen zijn dan alle normen, waarden en gewoontes die je overneemt van anderen. En dat kunnen dus ook bijvoorbeeld hele slechte gewoontes zijn. Maar hoe leren we eigenlijk? Terwijl, hoe leren we deze eigenschappen aan? Het aanleren van de kenmerken van de groep of de samenleving noemen we socialisatie. En we hebben eigenlijk drie manieren waarop we dingen leren. De eerste is door te belonen en te straffen. Als je iets goed doet, krijg je een beloning. Doe je iets verkeerd, krijg je een straf. Kinderen leren ook heel veel door imitatie, oftewel door nadoen. Denk maar aan het spelen van vader en moedertje, wat kleine kinderen vaak doen. En tenslotte leer je ook door informatie. Bijvoorbeeld op school, televisie en dergelijke. En zo word je uiteindelijk wie je bent.